Dag kijkers, wat is vrijheid? Op zaterdag 14 september in Gent zullen 6 sprekers hun kijk geven op deze vraag. De kaartverkoop is begonnen. Ik zal zelf ook als spreker daar aantreden. Daar zeg ik zo meteen nog wel iets over. De andere sprekers zijn de zoon van David Icke, Jamie Icke. En wie het werk van David kent, die zal heel veel terug herkennen in het werk van Jamie. Qua perspectief, qua onderwerp, qua aanpak. Dus dat is leuk. Dan de welbekende man die alles van geld weet, Ad Broeren, die komt daar ook spreken. Is altijd goed om ook een financieel perspectief te hebben op vrijheid. Dan komt een professor die in België heel beroemd is. Dat is Rick Dorfs. Een man met een droog gevoel voor humor, die zaken vanuit verschillende perspectieven bekijkt en zelf een katholieke achtergrond heeft. Dat is zeer de moeite waard. En dan hebben we uit Nederland professor uit Rotterdam, Bob de Wit, bekend van Society 4.0. Uit België tot slot nog een professor, bekend geworden van Mass Formation Psychosis. Dat is natuurlijk Matthias de Smet. Samen zullen ze antwoord geven op wat is vrijheid. Mijn eigen presentatie richt zich op eigen verantwoordelijkheid als contrast tegenover het slachtofferdenken wat op dit moment nogal welig tiert. Want met alles wat ziek, zwak en misselijk is, kun je geen samenleving opbouwen. En daar wordt het nu toch wel eens een keertje tijd voor. Vindt u ook niet? Wat ik mijn publiek wil aanreiken is verschillende perspectieven op het onderwerp en verbanden leggen met andere kwesties, zodat in enige discussie iemand die mijn presentatie heeft bijgewoond zich makkelijker kan handhaven en ook voor zichzelf wat betere keuze kan maken in het toewerken naar een meer opbouwende toekomst. Dan zitten we bij dit congres nog in Gent. Gent is een van de 4 middeleeuwse steden van destijds uit dit gedeelte van Europa. Je had Parijs, Brugge, Utrecht en Gent. Gent is in mijn ogen het best bewaard gebleven. Dus ik overweeg om na afloop nog die avond te genieten van wat Gent te bieden heeft. En het is heel wat. Goede ervaringen mee. Dus misschien wilt u dat zelf ook. Dat kan, want er schijnt een hotel ook nog in de buurt te zijn. En dan kun je met openbaar vervoer makkelijk het centrum bereiken. Dat zit weer mee. Misschien vormen we wel een groepje. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Let wel even op. Ik zal het kaartje bijvoegen. Daar waar het plaatsvindt, is net binnen de emissiezone, zoals die in Gent is ingesteld. Dat betekent dan waarschijnlijk dat je net buiten die emissiezone je auto kwijt kunt. En het laatste stuk te voet richting de Blessant-kerk kunt afleggen. Het zit aan de noordkant van Gent, zal ik maar zeggen. Zeker ten opzichte van de snelweg. Dus precies aan de bovenkant. Daar is het te zoeken. De kaartverkoop is gestart. Wees er snel bij om ook zeker te zijn dat je ook een plaats hebt. En qua prijzen valt het mee. Je zou zeggen voor dit soort sprekers, dat gaat toch veel meer kosten. Maar het ligt nog niet in de buurt van €100. En vergelijk dat ook eens met een concertkaartje, want daar loop je toch echt op leeg. Dat is het even voor het moment. Ik zal zoveel mogelijk van de informatie onder de video plaatsen, zodat je snel de weg hebt gevonden.
richting het congres van 14 september 2024 in Gent. En ik hoop je dan daar te zien in de zaal.